12 was ongeveer. Toen moesten we allemaal een spreekbeurt doen. En toen ging ik het doen over Gravity. Er stond toevallig een leuk boekje in de basisschool. Tussen de KVS en zo. Er was een jongen bij mij in de straat en die deed het al. Hij had een bal in de tuin getrapt en dan ging ik op de schutting heen klimmen. En dan stond er in één keer een pies. Ik zei, wow, wat is dat? Om mijn ei kwijt te kunnen spuiten graffiti. Om frustraties of vreugde of ik weet niet wat allemaal. Die ik normaal heb in het leven. Dan ga ik gewoon de muren schilderen of andere dingen. Je schreeuwt eigenlijk gewoon tegenover de hele wereld dat je leeft. Elke keer ben je weer trots op wat je maakt. Elke keer maak je weer mee. Of, soms is het niet eens de piece waar je trots op bent, maar gewoon wat je meemaakt. Niet alleen maar in je auto stappen en naar het kantoor toe gaan. Formulieren invullen waar je niet eens van weet waar ze eigenlijk voor zijn. En dan weer terug naar huis rijden. Televisie kijken, het journaal kijken. Een keertje met je vrouw eens per maand naaien. En weer de volgende dag naar je werk gaan. Het laat zien van... Het kan ook anders ofzo. Mijn inspiratie uit alles. Uit vrouwen, uit muziek, uit paddo's, dieren, uit gesprekken, uit alles. En dat leeuw wordt mooi. Ja, ga verder op. Ja, rot toch op. Flikker op met die zooi. God weg met die troep. God weg met die zooi. Ik heb toestemming. Ja, maar omhoog. Ja, ik heb het niet. Flikker op met die troep. Ja. Hey, donder straal op, dat is geen poren. Mensen die vonden dat ik het niet moest doen, terwijl ik toestemming had. En dan krijg je van die buurtbeveiliging acties. Was gewoon een legale piers aan het zetten. Op een plek waar ik godverdomme toestemming heb. En dan komt er een meneertje gefrustreerd de hele tijd uit zijn raam kijken. En gefrustreerd worden dat er iets een andere kleur wordt. Ik word zo gefrustreerd dat de politie gaat bellen. Maar de politie wil niet helpen omdat ik toestemming heb. Belt hij de eigenaar, maar de eigenaar heeft ook toestemming gegeven. Ik denk dat ik het gewoon zo laat. Zo laat als dat het is. Het doet me wel wat en alles wat me wat doet. Dat gaat mijn hersenen in en dan komt er dan weer 4 maanden uit ofzo. Bevordert het niet echt. We gaan spuiten op die manier.